Ik heb hier de Huawei P10, het nieuwste toestel van Huawei. We zien eigenlijk hetzelfde design als vorig jaar, alleen dan toch wel heel anders. Hij is namelijk veel afgeronder en op de achterkant is niet de vingerafdrukscanner meer te vinden, maar deze is in de voorkant geïntegreerd. Huawei heeft het toestel aangekondigd op het Mobile World Congress 2017 in Barcelona en dit zijn eigenlijk onze eerste indrukken. Het scherm is een 5,1 inch Full HD scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Dit is iets kleiner dan vorig jaar, maar daardoor is de behuizing ook iets slanker en ranker. Aan de onderkant van het toestel is een USB-C poort en een 3,5 mm poort te vinden. En aan de achterkant vinden we weer de kenmerkende dubbele camera in samenwerking met Leica. Deze camera is dit jaar geüpgrade ten opzichte van vorig jaar. We zien namelijk een 12 en een 20 megapixel sensor en de foto's die beide sensoren schieten worden gecombineerd tot één prachtige plaat. Huawei heeft er dit jaar voor gekozen om niet alleen de toestellen een upgrade te geven, maar ook de software. Zo zien we de nieuwste versie van Android, Android 7.0, samen met een nieuwe schil van Huawei. Deze 5.0 schil heeft weer verschillende nieuwe opties, waaronder een app drawer. Als je daarop klikt zie je dus daadwerkelijk alle applicaties bij elkaar. De vingerafdrukscanner is dus verplaatst van de achterkant naar de voorkant. En dat heeft niet alleen het voordeel dat je hem veel sneller kan bereiken, maar Huawei heeft er ook voor gekozen om deze vingerafdrukscanner nog meer nieuwe functies te geven.